Doe hier alles maar bij men. Vul de plassen, moet jij hier zijn. Een grote boodschap, ja, dat mag jij wel. En mijn centjes, ja, hey, dank je wel. Maak het zo gezellig hier, we praten waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. Ja, dames en heren, je zult wel denken, wat doet Tuske nou op televisie? Het is nog geen carnaval. Maar ja, we zijn toch begonnen met de playshow. En we gaan elke zaterdagavond gezellig op de zaterdagavond de playshow uitzenden. Dat gaat dan tot zondagmiddag of zo, avond 6 uur deur of zo. Maar, dan zullen jullie zeggen, ja, maar Tuske, de prinsen, die zijn er toch niet? Nee, dat klopt, want die zijn nog allemaal in uien, zijn ze nog helemaal niet zo wijd. Maar ze gaan nog allemaal gekozen worden. En daar is nog een heel gedoe, dus die zijn er voorlopig nog niet. Maar wie er wel zijn, allemaal speciale gasten. We hebben 1 gast elke week in de studio. En over de gast van vandaag, daar zullen we het dan maar eens mee beginnen. Hè? Want tante Annie, ja, ik zie het al, ze zitten wachten. Zet er krulspinnen al in, dat doen ze niet altijd. Want die moet zondag altijd naar ons Mirelleke van ons Karin, hè? Want die is meerjarig toevallig. Ook gefeliciteerd. En die zit dan altijd zaterdag s'avonds op de bank. Dat deden wij vroeger ook altijd, hè? Fred Oster, weet ze die. Gezellig een kopje koffie op de bank en dan heerlijk genieten van Fred Oster. Wat is er eigenlijk met die man gebeurd? Waar is die eigenlijk, vraag ik me af. Maar goed, daar ga ik het nou niet over. Onze gast wordt altijd aangekondigd door een spectaculair filmpje. Dus daar komt hij, onze eerste gast. Onze eerste gast van Tuske's Playshow komt elk jaar opnieuw lekker lang naar Nederland. En wel vanuit Spanje. Want het is onze eigen goed heilig man. Elke jaar kunt hij op zaterdag gaan in Nederland en in Veghel op zondag. En in Uje, daar kunt hij op zaterdag de week daarna. En nog op veel andere plaatsen. Je mens, er is heel druk. En daarom vind ik het fijn dat hij vandaag bij ons is. Onze enige echte Sinterklaas. Ja, en je hebt het allemaal al gezien, hè? Het is... Oh, wacht even, hij stuurt nog even te plassen. Maar ja, dat is altijd fijn als je met Tuske start. Dan ga je lekker... Sinterklaas? Ja. Gaat het een beetje... Ben je afge... Nou. Ik ben jij hebt ook niet achteraan gestaan bij het uitdelen, volgens mij. Zo, ik gun het allemaal goed. Je moet wel oppassen wat je zegt. Ja. Het gaat prima. Dank het gaat wel. Prima. Het is net gefinished. Ik ben net klaar, zeg nou, maar. Kom maar gauw, Sinterklaas, hè? Dankjewel. Gerrit? Ja, hè? Ja, niet ge. Zo, doe ik het deurtje wel even dicht. Ja, want anders Gerrit, blijft de koor ook niet heel, hè? Nou, blijf even gezellig zo hier staan. Nou, Sinterklaas, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, want hoe deed Sinterklaas eigenlijk altijd de zaterdagavonden? Wat doet Sinterklaas dan als jij zeg maar niet... Als ik gewoon in Spanje ben. Ja, als jij in Spanje bent, de zaterdagavond. Nou, dat klinkt misschien heel cliché, maar dan zit ik heerlijk bankzaken te doen. Lang even met de beentjes op de tafel en dan drink ik dan een lekker drankje bij en dan ga ik een beetje van de televisie te doen. Of ik lees een boek. Ja. Van alles. Van alles. Van alles. Ja. Nee, maar dat willen de meeste mensen weten. Hè? Want wat doet Sinterklaas nou eigenlijk als jij geen Sinterklaas bent? Zeg maar. Ja, dan als je klaar bent met Sinterklaas hier in Nederland. Zo moet ik het zeggen. Oh, wacht. Zo moet ik het zeggen. Wacht even. Ik ben altijd Sinterklaas natuurlijk. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als wij hier in Nederland als 5 december is geweest, dan heb je jouw verjaardag. Ja. En hoe vierde jij die eigenlijk? Want je geeft eerst alle kinderen cadeaus, maar doen je dat zelf ook nog? Nee, nou ja, ik heb laatst van mijn Pieter heb ik voor mijn verjaardag dit pak helemaal opnieuw gekregen uit deze nieuwe meter. Maar weet je, een beetje vervelend, want de meter is een beetje te groot, ziet u? Och, dus, frek. Ja, hij moet ingenomen worden. Ja, hij moet ingenomen worden. Ja, hij is te groot. Heb je dan een nijpiet? Of, Ik heb ook een nijpiet, ja, zeker. Ja, ja, dat nee, natuurlijk. Dat is, ja. Ik kan dat zelf, kan ik allemaal niet. Hè? Ja. Nee, dat gaat helemaal goed. Wat gebeurt er ik allemaal? Ik heb geen idee, er wordt ergens op de deur. Dat wordt op de... Ach, Sinterklaas! Ach! Zwarte Piet komt langs. Nou, is er even een verrassing? Nou ja. Ja, lekker. Voor mij bijna net zo'n verrassing. Ja, heb jij pepernoten? Ach, waar is dat? Ach, wat lekker. Deze, kijk eens, tante Annie. Ja, ik hoef er geen 100, want ik ben al...
Maar dit is een oud lekker. Ik dacht even afgevallen. Ja, een beetje, maar... Ja, een beetje. Zullen we even een pepernoot vatten? Ik sla even af, want ik heb toevallig net gegeten. En ik heb mijn buik vol van de pepernoot eerlijk gezegd. Want ik heb al veel te veel gegeten, zeg maar. Ja, ik heb ook zakken ingeslagen bij meneer De Laak. Ja. En men zei, ja, Toske, daar is het uitverkocht. Want dan heb ik het er niet meer. Dus jij denkt, ik ga ze maar heel snel gaan halen? Ja, nee, ik heb ze thuis in het kastje staan. En, maar ja, omdat het vandaag 5 december is, denk ik van ja, dan moet ik ze natuurlijk wel even van de week opeten. Dan zijn ze over de datum. Dan zijn ze over de datum. Ja, dan zit meneer De Laak ook, hè. Sinterklaas ook over de datum. Ja, ja, echt waar? Ja. Hoe oud ben jij nou eigenlijk om over de datum... Het is niet te tellen. Het is werkelijk niet te tellen. Sinterklaas bestaat al, eeuwigheid, al heel lang. Ja, maar is dat 300 jaar of is dat 600 jaar? Nou, dat kan best 600 jaar zijn, ik heb eigenlijk geen idee. Het maakt me ook eigenlijk helemaal niks uit. Oh. Er is niemand die 600 jaar oud wordt, dus er komt elke keer weer een nieuw Sinterklaasje aan. Zo is het. Ja. Oh, we moeten weer de tafel slaan trouwens. Oh, pardon, ja, maar niet op de tafel slaan. Nee, dat is niet... Nee, ik ben niet thuis, hè. Ja, nee. Niet thuis mag ik wel op de tafel slaan. Maar jullie gaan daar vaak op de tafel slaan thuis? Nou, zo heel af en toe, een keer. Ja? Ja. En, als we zitten te kaarten, dan moet je zo af en toe kloppen weer. Ach, jullie gaan kaarten? Ja, wat voor spelletje speelde jij dan? Pesten. Ja, doe met de pietenpesten. Pietenpesten. Dan zelf die pietenpesten of... Ja, zij proberen mij ook te pesten, maar ik pest net zacht terug. Ja. Ja, dat kan ik. Hé, maar vertel eens. Het is vandaag 5 december. Ja, natuurlijk, want ik vind het fijn dat je hier bent. Ja, ik had wel erg druk, moet ik zeggen. Ja, dat wel. Maar vooruit, ik denk, laten we het toch maar even doen, hè? Ja, precies. Maar graag voor Toos, graag een uitzondering. Zeg, vanavond het heel druk. Zijn er ook kinderen stout geweest of volwassenen? Nou, er zijn meer volwassenen stout tegenwoordig dan kinderen. Hè? Er is nogal wat aan de hand in de wereld, laten we weer zeggen. Ja, dat is waar. Maar over het algemeen, met de kinderen gaat het wel prima. Ja. Ze mogen niet mopperen. Je mag niet mopperen, nee. Dus, en de kinderen ook niet. De kinderen hoeven ook niet te mopperen. Nee, ik heb even een filmpje. Ja, dat is leuk, want daar gaan we even kijken. Want er was een opa die in de intocht bij Veghel... Ja. Stond een opa langs de kant. En zij van Krijnen, Bart Krijnen, die kennen jij wel, hè? Ja, die kennen wij. Ja. Is hij trouwens ook aardig geweest? Of, Ja, redelijk. Redelijk? Oh. Ja, jawel. Wat heeft hij gedaan dan? Nee, dat kan ik je niet vertellen. Echt waar? Nee, dat kan ik je echt niet. Is dat zo schuin? Nee, maar dat gaan we echt niet. Nee, dat is een ander programma. Dat kan je niet maken. Maar in Veghel was een opa geweest. Ja. En die was stout geweest. En dan gaan we even naar kijken. Daar, Sinterklaas, daar staat hij. Zie je het daar? Ja. Oh, ja. Nou, ben benieuwd. Opa is er ook. Dag, opa. Dag, meneer. Hoe vindt u het, de intocht in Veghel? Schitterend, maar wel spannend. Ook voor opa's, hoor. Ja. Ik ben heel zenuwachtig. Echt waar? Ja, ik ben wel eens ondeugend. Echt waar? Ja. Is opa ooit ondeugend? En wat doet opa dan? Ik ben zo blij dat ze er zijn. Oma plagen, hè? Oma plagen. En dat vindt ze niet leuk. Nee. Dus jongens en meisjes, je mag oma niet plagen natuurlijk, hè? Dat is niet aardig. Misschien gaat u wel mee naar Spanje dan dit jaar. Ik hoop het niet. Ik ben een beetje heel erg bang. Wat hebt u in die zak? Ja, Sinterklaas. Het is wat, hè. Met die opa, hè. Het is wel een beetje een ondeugende oude snoeper. Maar neem hem nou mee of niet? Of is het allemaal goed gekomen met opa? Nou, ik weet niet of het allemaal goed kan komen met opa, maar laten we hem dan maar gewoon even rustig één kans geven. Nou, als je dat even tegen opa zegt, daar in het gatje. Zeg, opa, je moet even goed luisteren. Al ben je al een klein beetje over de datum, is niet erg. Maar je mag oma niet te veel plagen, hoor. Want dan ga je volgend jaar wel mee. Pas erop. Ik dacht dat ze dat niet meer deed als je ouder wordt. Hè, dan, zeg maar, nou, mijn zwarte pieten, die weten toch altijd alles wat. En nou, je staat toch versteld van wat die ooit allemaal opschreef, hoor. Echt waar? Ja. Ik dacht, als je zeg maar over de 40 bent, dat dan afgelopen is tussen een man en vrouw. Maar dat is dus... Oh ja, is dat zo? Ja, dat dacht ik. Ik weet dat natuurlijk. Dan is zeg maar op slot allemaal. Maar jij zou dat kunnen weten. Je bent toch ook wel... Ja, ik heb nog steeds geen mens gevonden. Echt dus, nee, echt niet, nee. Ik ben nog steeds vrijgezel in, hè. Dus Maar misschien komt dat ook nog wel. Ja. Wie zal het zeggen? We hebben in elke uitzending Sinterklaas hebben wij bloopers. Oh. En voor de mensen thuis, we dachten, omdat het 5 december is, is het tijd voor een leuke blooper van Sinterklaas. Er is op internet van alles te vinden. En we gaan even kijken. Sinterklaas? Dat u van paard afvalt en zo. Wilde jij dat zien? Nou, eigenlijk niet. Nee, maar daar gaan we even naar kijken. Daar gaan we, mensen. Ik was er al bang voor. Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey! Sinterklaasje, kom.
zitten allemaal even mee. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, laat uw paardje buiten staan. Daar zijn we een bespringer, we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen, we springen, we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Nou, voor de mensen thuis die denken van, waar is er nou de playshow in een keer op televisie? Maar we zijn begonnen alvast voor straks een voorloop aan de carnaval. Maar nou heb ik de enige echte Sinterklaas in de uitzending. Ja, ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het ook heel leuk. Ja. Ook heel gezellig, hè? Ja, ja, zeker. Ja, en ook heel leuk, mensen. Hoe lekker een moderne toilet met de microfoon. Ja, nee, daar hebben we normaal gesproken niet, moet ik eigenlijk zeggen. Maar vandaag wel. Ja, je gaat niet met een microfoon op de wc zitten, natuurlijk. Nee, helaas ook niet. Of je moet omroepen, hè. Dat kan. Kijk, we krijgen hier... Een letter? Ach, wat gezellig. Heb je toch nog een beetje Sinterklaas vanavond? Ja, ik heb voor jou ook een cadeautje. Heb ik voor mij ook? Nee, ik heb voor jou. Ja, maar dat doen we daar. Dat doen we nu. Dat zijn we het erop geschreven. Ja? Oh, Toosje. Voor jou, even uitpakken. Oh, nou. In de tussentijd mag je de volgende vraag wel stellen. Ja. Dat vind ik niet erg. Maar want anders ben ik mijn vragen kwijt dadelijk. Hè. Ja, dus, ja, dan moet ik misschien wel de vragen gaan zoeken. Dan ga je niet zeg, Jullie gaat vanavond terug. Wat je altijd ziet is de aankomst van Sinterklaas. Maar je ziet nooit de uittocht van Sinterklaas. Nee, dat is waar. Maar weet en waarom is dat niet? Nou, weet je, het is ook nooit leuk als er een deur open gaat en dan komt iemand binnen, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dan gaat de deur open, dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat is gezellig, dat is leuk. Dat is net zo leuk als er een deur open gaat en dan gaat iemand weg waar je een hekel aan hebt, zeg maar. Ja, snap je? Precies. Ja. Maar als je weggaat, dan hebben de kinderen misschien weer verdriet en dat willen we niet. Dus vandaar vertrekken we altijd met de stille trom. Ja, want daar vraag ik me dan af, hè? Want wij met hulle onthaal kom jij binnen. Ja. Maar weg, en dan is het dag Sinterklaasje. En dan maar is het afscheid nemen is toch nooit leuk? Nee, dat bestaat ook eigenlijk niet, hè? Marco, die zei het al, hè? Ja, precies. We steunen niet afscheid nemen. Nee, precies. Nee, precies. Daarom. Maar goed, dan hebben jullie de hele reis. Hoe lang doe je erover, hè? Ach, heel lang. Kijk, nou, toch eens even, hè? Ja. Dankjewel, is die al gebruik geweest, toch? Nee. Jij is een beetje verdrukt door de verpakking, Je zit een dingetje in. Volgens mij heeft ze hem niet goed ingepakt, hoor. Pietje hem niet goed ingepakt. Oh, dan moeten we even Pietje erbij komen halen. Ja, Pietje Kanters, kom eens even erbij. Pietje Kanters, kom eens even erbij. Ja, je moet het wel goed inpakken, hoor. Want moet je kijken, het is helemaal in de zit, alsof het de tweedehands is. Ja, heb jij dat gebruikt of zo met... Nee? Nee. Oh. Kan je misschien wel zo een grote mond, maar je gaat hier niet je tanden mee poetsen, hè? Nee, dan is het goed. Nou goed, het is gewoon een knootje. Voor deze keer is het goed. Maar het lijkt net echt of je als je het in de winkel koopt en denkt van ik laat het even liggen. Ja, maar goed, maar dat is. Ja. Maar ik zal hem gebruiken. Want dat vind ik heel fijn. Ja, absoluut. Dankjewel, Sinterklaas. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Als jullie want ik heb nou al gevraagd hoe lang dat je onderweg waart. Want... Ja, dat vroeg u net. Ja, wij doen altijd op de terugweg, doen we daar altijd ons gemak over. We doen af en toe even een haven binnen. We zijn zo'n beetje een klein weekje zijn we onderweg voordat we weer thuis zijn. Voordat je weer thuis bent. Ja, ja. En volgens mij heeft hij echt een blaasontsteking, die zwarte Piet. Die is al 3 keer gegaan in een paar minuten. heeft hij het kou gehad of zo? Ik heb geen idee. Ik zeg altijd, je moet goed de rit dicht maken als je het dak op gaat. Het is trouwens een vrouwtjespiet, hè, want ze zit, kijk.
Want tenminste, ik neem niet aan als man, zeg maar zo. Nou, ik zal je vertellen, ik heb sommige pieten een beetje geïnstrueerd dat ze niet allemaal mogen blijven staan bij zijn plassen. Oh. Want er zijn erbij, die zijn nogal ongecontroleerd. Hoe bedoelde jij Sinterklaas? Nou, ja, ik zou bijna voor gaan doen, zeg maar. Zou ik maar niet doen. Maar dan plassen ze over de rand, zeg maar. Oh, dat ze zo staan van... Ja. Brazil, la 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 la. Ja, en dan flats. Ja, dus zo. En dan plassen die over de... Dus sommigen die zeggen van, nou, gaan we lekker zitten. Ja, oh zo. Kan er niks gebeuren. En dan kan er niks gebeuren. Precies. En dan komt het allemaal goed. Precies. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Zeg, Sinterklaas, wat zijn eigenlijk jouw hobby's? Want, heb jij hobby's eigenlijk? Ja, ik heb hobby's. Ik wil graag een boekje lezen. Ik wil graag eens naar muziek luisteren. Sinterklaas speelt zelfs, weet ik, niemand bijna. Dat is een primeur hoor, mevrouw Toosen. In uw pleesje. Ja. Ik speel ook wat piano in mijn vrije tijd. Echt waar? Ja. En wat speelde je dan? Beethoven of... Heeft u het heet boven, zegt u? Nee, Beethoven. Beethoven, Bach, Wagner. Ik heb soms wel eens heet boven, ja. Maar dat is iets anders, zeg maar. Ja, dat is de overgang daar. Ja, dan komt er sommige cameramannen en zo en alles wat je op straat ziet. Ja. Hè, want je blijft ook niet van steen natuurlijk. Hè, nee, dus, ja. Nee. Maar over van steen gesproken. Ja. Komt die ook, van steen? Nee, die komt niet. Nee, die is, nee. Maar ik vraag me wel eens af. Ja. Heeft Sinterklaas geen behoefte aan een vriendin of zo? Want ik zal toch zeggen, jij bent toch ook niet van steen? Nee, ik ben niet van steen. Maar weet je, dat vind ik zo'n privé onderwerp. Daar heb ik me nog nooit over uitgelaten. Ja, denk, dan vraag ik het. Hè? Ja, denk, nou ben jij hier. Ja, nou, denk, dan vraag ik het. U mag van mij alles vraag vragen. Vraag aan alle gasten die hier komen. Dus, maar ik heb ook nog een vraag voor u. Ja, nou vertel. Mag dat? Want u heeft verstand van toiletten. Ja. Nou, ik moet u vertellen, dat is een hele rare anekdote die ik u nu ga vertellen. Ja, vertel. Maar ik moet u vertellen. Ik was, vannacht was ik op het dak en er was een verlichte straat en ik zag een poes. Een poes? Ik zag een poes. En weet je wat die poes deed? Nou. Had ik nog nooit gezien. Miauw. Nee. Oh, ja. Die poes die bleef. Nou, in Spanje poes, misschien iets anders poes, dan hier, die maar... Die moest behoefte doen. Ja, dat is ook normaal dat een poes dat doet, hè? Ja. Dus die poes die trippelt door trippel, de tuin, trippel, die graaft daar een kuil. Ja. Die doet zijn behoefte erin. Ja. En die graaft daar naar die kuil dicht. Oh. Had ik nog nooit gezien. Nou, ja, dat is toch wel heel erg frappant. En toen? Nou ja, toen helemaal niks. Ik stond daar gewoon helemaal totally flabbergasted. Want ik had nog nooit gezien dat een poes een kuil graaft, daar zijn behoefte in doet en dan de kuil weet in. Ik denk, dat vindt u vast razend interessant. Oh weten. Ja, nou ik dacht, er komt iets. Ik denk, er komt een clue, denk ik, hè? Ja, daar zou ik normaal gesproken ook gekomen zijn. Maar dat kwam niet. Ja. Hij deed zijn behoefte, deed gat weer dicht en toen... En dat was in Nederland of in Spanje? Nee, dat was goed. Ik zat op het dak. Ik zat niet op het dak zitten. Ja, dat weet ik niet waar jij in Spanje nee, ik ga gewoon lekker op de bak zitten. Dat zei ik laatst ook. Ja. Maar dus, iemand zei tegen mij, maar dat doen ze altijd. Dat doen ze altijd? Ja. Oh, nou, dat is dan nijd voor mij, hè? Ja, ik zei ook, ja, dat kan wel zijn, maar toch niet met een schop. Ja, hey, maar we moeten er even, want we moeten een break, hè? We moeten een break, zeg maar, dat mensen even kunnen plassen. Of iets anders doen. We gaan even naar Pater Paulussen. Want die komt in dit programma ook terug. En Pater Paulussen, die trekt de regio in. En wij gaan vandaag schaatsen. Pater Paulussen gaat schaatsen? Ja, hij zegt het. Dus we gaan kijken. Ik ben benieuwd. Pater Paulussen, hey ga lekker. Hey ga lekker. Overal. De paden op. De lanen en vooruit, net schrie, dat pas. Ja, dames en heren, daar zien we weer. Hij gaat lekker. Hè? En Tooske heeft mij gevraagd om de komende 14 weken eens erop uit te trekken. Maar wat is nou eigenlijk erop uittrekken? Nou, erop uittrekken is eigenlijk heel raar. Want als je trekt, ga je naar je toe. En als je vooruit gaat, ga je vooruit. Dus het is niet trekken, want trekken is naar je toe. En vooruit is vooruit. Dus die benaming en die regel, die snap ik niet helemaal. Dus snap u het thuis wel? He, je trekt erop uit, maar trekken is naar je toe halen, hè? Ja, u zit nou wel te kijken, maar trekken is naar je toe halen. En vooruitlopen is niet trekken, want dat is vooruitlopen. Kijk, als ik nou terug, ik trek me terug, zeg maar ja, je gaat niet achteruit de regio door natuurlijk. Hè? Dus nee, het is vooruit, maar je zegt ik trek er
op uit. Nou ja, ik ben altijd zo met die uitspraken en zo, ben ik altijd zo bezig, hè, van hoe zit dat nou eigenlijk. Maar ik vraag me af wie dat ooit verzonnen heeft, want het klopt van geen sikkepet. Maar goed, we gaan eens even rondkijken wat er allemaal te doen is. Hè. Ik heb begrepen dat er een vachel flink geschaatst kan worden. Theo van Rijn, goedemiddag. Theo, dag Theo. En mevrouw? Thea van Hout. Van Hout, kijk. U bent geen koppel, hè? Nee. Ze zijn geen koppel, mensen. Maar hier valt te schaatsen, hè? Ja, elke dag. Elke dag, maar het is voor het eerst toch eigenlijk, hè? De eerste keer dat we dit doen, ja. Ja. Zullen we even proberen dat we er met z'n allen even overheen lopen? Kijk hoe het goed. Goed idee. Ja, en dan is het zover. We staan hier op de ijsbaan. Hoe is dit eigenlijk ontstaan in Veghel? Nou, we hebben als Rotary een idee gehad om ook iets voor de gemeenschap te betekenen. En we hebben nog nooit een ijsbaan gehad hier in Veghel. We hebben wel de natuurijsbaan, maar... Ja, maar dan moet het voor vriezen. Dan moet het voor vriezen. Ja, en dat gebeurt niet zo vaak meer tegenwoordig. Dus, nee, dat gebeurt nooit eigenlijk. Nee, hè? Nee. Ik wil bijna met kerstmis in bikini buiten gaan zetten. Of in badpak, hè? Dat heb ik dan altijd. Hè? Dat lijkt me overdreven. Ja, nou, maar niet goed. Dat is nog een beetje te ver. Ja. Maar goed, er is geen ijs. En toen dacht ik van, nou, dan gaan wij met de Rotary moeten dan, hè? Ja. Gaat u dat, hebt u dit wij exporteren dit, we hebben dit zo bedacht, we hebben organiseren ook een aantal vrijwilligers erbij om ons te helpen om het te bemannen. Want we zijn dus heel lang open eigenlijk. Ja, want wanneer ben u eigenlijk, wanneer kan ik komen schaatsen? Van 's ochtends 10 tot 's avonds 10. Oh, dat is nog een hele dag. Ja, je kunt een lijstje van maken. Gezellig met de kinderen dadelijk, zeker in de kindervakantietijd. Hè? En het is ook nog gezond, hè, voor de kinderen. Ja, daar hebben we ook voor gedaan. Ja, want dames en heren, u weet het thuis wel. Ja. Veghel is bezig voor jongeren op gezond gewicht. Hè? Ja. Dus dat is de joch, is het dan eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Vandaar, dit is een indicatie erbij. Dus maar ik heb gehoord dat de schoolkinderen, die kunnen hier gewoon komen zonder dat ze iets hoeven te betalen, geloof ik. Ja, met de school. Met de school. Niet zelf. Nee, dat kindjes thuis. Niet dat je zelf denkt van, oh, ik zit op school, dus ik mag gratis. Nee, met de hele klas en de leraar moet erbij zijn. Ja. Ja, en kunnen ze de aanvragen? Of hoe... Ja, dat kan aangevraagd worden bij ons. Inderdaad. Bij jullie, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Zeg, en als ik hier nog kom schaatsen, moet ik dan zelf schaatsen meenemen? Of mag, hoe werkt dat? Mag, je kunt zelf je eigen schaatsen meenemen. We hebben schaatsen in verhuur. En de prijs van schaatsen en de ijsbaan is in één prijs. Is het niet? Dus dat is makkelijk. Dus moet je allemaal weer aparte bolletjes. Nee, dat is allemaal zo'n gedoe. Nee, hè? Dus dan is het één keer klaar. Zijn, het gaat om schaatsen. Het gaat om het schaatsen. Ja, dames en heren. En u ziet het. U kunt veel plezier beleven in Veghel. Op de ijsbaan. Want het heet eigenlijk hier het Veghel on Ice. Veghel on Ice. Maar je hebt ook een nieuwe on Ice. Nee, dit is Veghel. Dit is Veghel, dat snap ik wel. Ja. Maar hebben jullie daar dezelfde naam gebruikt? Nee, niet bewust. Hè? Nee. Want het is jammer dat jullie daar Veghel niet samen gaan. Hè? Want het is nou met mij Rijnstad geworden. Ja. En dan hebben jullie ook een on-ice. Zoiets, we hebben ons eigen ding nog. Ja, want anders gaan ze mensen daar vragen over stellen thuis. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar daar hebben jullie toch ook Udo on-ice. En dat is altijd tussen Udo en Veghel. Dat blijft lastig, hè? Ja, maar u komt alle twee wel uit Veghel. Echt de Veghel. Ja, hoor. Zeg, nog even voor de mensen thuis. Misschien dat u kunt vertellen wanneer dat ze hier komen schaatsen en tot wanneer het is. Het is van 10 tot 10 elke dag. En we zijn open tot en met 3 januari. Zondag 3 januari. Waterpoelen, hey, ga lekker. Hey, ga lekker. Overal. Lekkere snoepjes, hè, Toos? Ja. Ik denk dat ik hier iets heb zitten of zo van een tand of zo. Maar dat is gewoon een snoepje, die parkeer ik even daar, want anders kan ik niks zeggen natuurlijk. Hè. Nee. Zeg het eens. Ja, Sinterklaas. Ja. Want we zitten alweer in het laatste blokje. Ach. Ja, het gaat snel, hè? Ja, ja. We hebben het al gehad over jouw vriendin, daar wilde jij niks over zeggen. Dat was eigenlijk mijn grootste vraag geweest. Nou, ik heb natuurlijk wel vriendinnen. Ja. Tuurlijk heb ik vriendinnen. Ik heb heel veel vriendinnen. Maar niet in de zin van... een relatie, zeg maar. Oh, oké. Okay. Gewoon als je iemand als vriend of vriendin hebt, zo heb ik dus ook een hoop vrienden en vriendinnen. Ja, ja. Oh, dat is een schil. Ja. Hoe ziet thuis bij jou de wc eruit eigenlijk? Want heel schoon. Ja, een hele ruime kamer, mag ik zeggen. Maar dat moet ook wel, hè, want dan loop ik niet altijd met mijn pak aan natuurlijk. Ja, er gebeurt wat op de achtergrond vandaag de dag. Ja. En...
Maar ik heb een hele fijne badkamer, een heel groot lichtbad, een jacuzzi en natuurlijk een bidet. En nou, je kent het wel, gewoon een... ik woon tenslotte ook in het paleis, niet waar? Ja, dat is waar, ja. Zou raar zijn dat ik gewoon in een of ander houten kotje had waar ik in moest gaan zitten, hè? Nee, dat is waar. Dat gaat niet gebeuren, niet. Ik heb voor de kinderen ook nog een leuke vraag. Ach, want ja? Hoeveel kamers heeft Sinterklaas eigenlijk, hè? Dat is leuk voor de kindjes thuis. Hoeveel kamers zijn Pietje Kanters, luister eens even, hoeveel kamers hebben wij? Pietje Kanters, oh. Hoeveel kamers hebben wij in het paleis? Jij moet dat weten. 825. Niet meer? Nee. Nou, het zijn er 825, Toos. Nou. Ja. En wie maakt u schoon? Wie denk je? Alle soorten pieten. Ja. Per toebeurt hebben ze, moeten ze, hebben ze, hoe heet dat ook weer? Een soort toebeurt, corvée, poetsput. Ik weet het allemaal niet. Nee, daar hoeft er ook niet bij te houden. Nee, maar ze doen het om zijn beurt. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi. Sinterklaas, ja, ik wil even vragen, want... Je bent echt een blaasontsteking, die moet jij merk even naar de dokter. Ik denk dat ze maar even langs huis sturen. Ja, echt niet normaal. Dus, ja. Maar je had nog een vraag. Jij had nog een vraag, want ja. Ik wil namelijk weten, we hebben volgende week een gast. Ja. En dat is meneer De Laak. Misschien staat hij bij jou in het boek. Moet jij maar eens even kijken of meneer De Laak in het boek staat. Kijk, ach, meneer Ewald staat er ook, zie je dat? Ewald. Dit is de schone staat van dienst. Ja, ik zie het, ja. Het Laak, is, Laak. Oh, Laak, ja, de Laak. Oh, dat is de die heeft een... Die heeft een winkel, toch? Een winkel. Ja. Nee, nou, dat is een redelijk aardige kerel, hoor. Redelijk. Jawel. Ja, kijk, weet je, elke mens heeft natuurlijk zijn gekkigheden, zijn eigenaardigheden. Die heb jij ook, Toos, die Ja, die heb ik ook. En die hebben meneer De Laak ook. Ja, dat is waar. En meneer Van Laak heeft het natuurlijk ook. Maar ik moet zeggen, hij heeft een prachtige winkel. Hij doet het erg goed. En het gaat ook leuk met zijn personeel om, heb ik me laten vertellen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Ik weet niet of het waar is of dat maar schijn is. Dat hij zeg maar voor de buitenwereld en dan... dat hij achter de schermen zeg maar... Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar dan komen we volgende week aan hem vragen. Die komt hier. Och, ik vind het leuk, als jij nou eens een vraag stelt aan meneer De Laak... Ja? Dan doet hij hem volgende week beantwoorden voor jou. Ik heb een vraag van meneer De Laak. Ja, aan meneer De Laak. Waar is meneer De Laak? In het gatje. Daar is meneer De Laak, ja. Nou, meneer De Laak, ik heb een hele interessante vraag voor u. U heeft een bedrijf, een winkelpand in Uden. Ja. En het is natuurlijk nu Sinterklaastijd. Volgende week dan ben ik weer weg, bent u hier. Maar waar ik nou heel nieuwsgierig naar ben... hoeveel kilo pepernoten u verkocht heeft voor Sinterklaas. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Zie ik hem zitten daar op de bank? Jij zit nou al te fronsen. Ja, zeg maar. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij denkt, hoe moet ik daar nou aankomen? Hij heeft helemaal geen sikkepit. Nee. Maar hij heeft nog een hele week om erover na te denken, toch? Nee, dat is waar, voilà, Sinterklaas. Komt het toch allemaal weer goed. Zeg, ik wil eruit. Oh, ja? Ja, ik wil eruit. Ja. Ben je eruit? Ja, ik wil eruit. Ik heb iets anders nog. Ja. Waar lust jij het liefste? Waar ik het liefste lust? Ja, aan eten. Aan eten. Nou, dat klinkt misschien een beetje decadent, maar ik vind ossehaas, lekkere ossehaas, op een bedje van sla, zo, dat vind ik wel lekker, Ossehaas op een bedje van sla? Ja, dat vind ik heerlijk, met sla, maar als ik ga over, dan vind ik ossehaas wel heel erg lekker. Ja, en dan een sausje eroverheen of... Ja, nou, dat hoeft er niet per se. Als het goed gebakken is, het is lekker geflambeerd en zo. Met u weet wel wat flamberen is toch, hè? Ja, met zo'n vlam en dan... met zo'n fles rum in stap en dan moet je dan aansteken bij jou, dan voet eruit en zo. Nee, en dan daar wil je daar lustig aan gaan. Maar ik had eigenlijk iets over spaghetti, want daar heb ik een leuk filmpje nog over. Spaghetti? Ja, want ik heb... Dat is ook heerlijk. Ja, ik heb opgezocht op internet. Leuk altijd, hè. Ik ga s'avonds altijd met ons Bea, doe ik altijd internetfilmpjes kijken. En dan denk ik van, als ik nou een leuke zie, dan laat ik hem ook aan de mensen zien, hè. En er is een heel leuk filmpje voor de mensen thuis. Ja. Het gaat over spaghetti. Ja, de politie zoekt spaghetti. Ja, je snapt het even niet. Er is dadelijk een mens met een kale kop en die heeft dan spaghetti op zijn kop. En nou ja, ik ga het ook allemaal niet uitleggen. Mensen, kijk even naar een lekker bordje spaghetti. Jullie hoeven nooit geen spaghetti meer als je dit ziet.
Ja, en dit was het, hè? Leuk, hè? Is het er afgelopen? Ja, het gaat snel, hè? Ik vond het zo gezellig. Ja, het was keigezellig, ja, Sinterklaas. Kom de volgend jaar weer. Nou ja, als u mij uitnodigt, dan kom ik met liefde en plezier. Ja, nou, dat vind ik echt gezellig. Ja. Ja. Nou, voor alle kinderen thuis, jij moet vanavond toch cadeautjes rondbrengen. Ja, zeker. We gaan, ja. En als 6 december is, ben ik eigenlijk ook nog een beetje bezig. Ja, jawel, voor de laadbloeiers. Ja, voor de laadbloeiers. Dat is geen probleem. Iedereen komt aan de beurt. Het doet u wel even uitrusten als u in Spanje bent, want je zal het wel moe zijn, hè? Ik heb dan een heel jaar om rustig aan. Ja, precies. Lekker op het strand. Goed komen. Ja. U hoeft zich geen zorgen te maken, dames en heren. Nee. Of niet. Dus geen zorgen. Goed met Sinterklaas. Ja, dankjewel, Sinterklaas. Ja, bij mij komt alles goed. Mooi zo. En volgende week zijn we er weer op zaterdagavond. Allemaal tot volgende week. En je weet het, houd toe, glufke maar dat, hè. Houdoe. Doeg. Tot kijk.